Welkom bij Mountains Flames, de expert van Nederland in digitale sfeerhaarden. Maak een afspraak en kom gezellig langs bij ons in de zaak in Rotterdam. Voor meer informatie kijk op www.mountainsflame.nl. Direct vanuit Saoedi-Arabië, over heerlijke en unieke dadels. Wij bieden u verschillende soorten dadels aan, zoals chocoladedadels, dadeltreffels, de ajwa, safawi, mabroom en nog veel meer. Kijk op onze website nagilaliya.nl. Ga je stemmen vandaag? Ja man. Ja. Op wie? Denk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij weer een videocolumn. Het is weer een tijdje geleden dat ik een videocolumn heb gemaakt. Om de vier jaar hebben we natuurlijk altijd de landelijke verkiezingen. En wat ik altijd heel erg grappig vind van mijn gemeenschap, de Marokkaanse gemeenschap, dat zijn de verschillende soorten type mensen, type stemmers. Of althans type mensen die met de verkiezingen omgaan. Altijd een soort van standaard genre heb je, dat je denkt van elke, ja, jij bent die, jij bent er zo een, jij bent er zo een. En ik moet er altijd keihard om lachen. Je hebt altijd de bekende, dat is de klassieker. Dat is de type die zegt van, op wie moet je stemmen, op wie? Op wie moet je stemmen in deze tijd? Ik ga op niemand stemmen. Zeg maar, deze types hebben altijd gelijk. Dit zijn zeg maar van, oh, hij heeft gelijk man, want hij doet zo en zo, dit dat. Zeg maar, hij heeft gelijk. Zeg maar, ik vond het grappig, de negatieve mensen hebben altijd gelijk. Zeg maar, wat moet je doen joh? Zeg maar van, hij heeft gelijk, want hij is negatief. Hallo, positief kun je niet gelijk hebben. Als je negatief bent, heb je altijd gelijk. Zeg maar, als je die, heb je gelijk. Doe je, zeg maar, oké, ja goed. Nee, dan heb je geen gelijk. Je moet altijd, de types die altijd, zeg maar, die hebben gelijk. Altijd luisteren naar de wat gelijk. Broeder, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Heb jij gestemd net? Net gestemd, ja. En op wie? Aan partij Denk. Op Denk? Ja. En wie van Denk? Ik heb gewoon een, ook een goede kennis van mij, Tounahan Kuzu. Oh, Tounahan Kuzu, oké, okay, ja. Dus de nummer 2 van de lijst. Nummer 2 van de lijst, okay. Klopt. Wat ik ook altijd een hele grappige type vind, dat zijn met die slimme Marokkaan. Dat zijn met die Marokkaan die niet op Denk, niet op Nida wil stemmen, hij wil zeggen, hij is verder, voorbij een bepaald niveau. Die type die opeens zegt van, nee, ik stem op D66. Zeg maar, die verantwoorde stem, zeg maar, van hij heeft, weet je, hij denkt verder. Hij is verder dan de Marokkaanse gemeenschap. Maar jullie zijn blijven haken in de jaren 70. Ik ben nu in de nu. Deze types zijn ook vaak de huizenkopers, die gewoon hypotheken zijn moer nemen gewoon. Die gewoon van, als je tegen ze zegt van rente haram. Luister, als rente haram is, dan is alles haram in deze tijd. En dan moet je ook niet in dit land gaan wonen. En dan moet je naar Saoedi-Arabië gaan. Heel veel islamachtige dingen vinden ze achterlijk. Zeg maar van, hun zijn verder. Hun zijn in die trein van de toekomst. Zitten zeg maar van netjes. Zeg maar dit, dat. Slecht. Broeder, hier is het stemloket. Ga je stemmen of? Ja, mijn vrouw heeft vandaag wel gestemd, ja. Ook voor jou? Ja, ook voor mij, ja. Ja? Ja. Op welke partij? Nida of zo. Nida zei ze tegen mij, ja. Dus jouw stem is naar Nida gaan? Naar Nida gaan, ja. Volgende types, dat zijn de Wallahi Labazers. Ik noem de Wallahi Labazers. Dat zijn die type Marokkanen, dat als ze bijvoorbeeld Farid Azarkan of Nordin Luweli, als ze die bijvoorbeeld bij een praatprogramma zien, en ze praten goed, mashallah, ze kunnen goed praten allebei, dan zeggen ze, Wallahi Labaz, Wallahi Labaz, die Farid kan praten. Wallahi Labaz, Nordin, sahib. Araz, al-Azza, sahib. Die man kan praten, sahib. Nordin Nida, Baz, Wallahi Labaz. U gaat stemmen nu vandaag of andere dag, maar... Ik ga woensdag stemmen. U gaat woensdag stemmen? Ja. En op wie? Als ik het mag zeggen... Tuurlijk mag je het zeggen. Oké. Okay. Denk natuurlijk. Je gaat op Denk stemmen? Ja. En op wie van Denk? Eén van die twee. Of Ferit, of nummer 5, Sharifa. Eén van die twee. Eén van die twee. Maar ze zijn allemaal hetzelfde voor mij. Allemaal goed. Dat maakt niet uit. Wat ook een hele grappige type is, dat is die type die tegen iedereen zegt je moet stemmen. Dat is echt die type die zegt van, op wie ga je stemmen? En dan zegt die ander, ik weet niet man, volgens mij, ik weet niet of ik ga stemmen man, nee, maar ik weet niet. Asabi, je moet stemmen, geen stem is een verloren stem, als jij niet stemt, Wilders aan de macht, dit, bla, Rutte. Broer, we zitten nu in die systeem, als jij niet stemt, gaat jouw stem automatisch naar Rutte of naar Wilders. En we zitten nu in die corona-lockdown, en die AstraZeneca, als je de prik neemt, gaat je bloed stollen, en we willen dat niet. Dus we moeten nu slim doen, we moeten stemmen, elk stem is islamitische partij, halal slachten, ik wil halal hypotheek. Broer, we moeten echt stemmen. Dan denk je zelf, inderdaad man, deze kerel. Hij heeft mij helemaal opgepompt. Ik ga zeker kapot stemmen. En dan kom je hem de volgende dag tegen. En op wie heb jij gestemd? Vergeet dat. Hij gisteren was... Ik wilde nog stemmen, was vergeten. Hij heeft iedereen laten stemmen, maar zelf vergeet hij. Zeg maar, Mooi, maar maakt niet uit. Ze zijn goed gegaan. Ze hebben 3 zetels gehaald. Komt goed. Ik sta nu bij het stemloket bij het Afrikaanderbuurt. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is toch best wel leeg. Ik sta hier nu al een tijd en je ziet echt haast geen mensen. Dus ik ben benieuwd wanneer de mensen gaan komen. Misschien ben ik nog te vroeg. Wat ook een hele grappige groep is, dat zijn die carrière Marokkaan typetjes.
Die werken notarissen, advocaten. En dat zijn die types, weet je, die moeten zeg maar een beetje Nederlands doen. Kunnen niet echt hun Marokkaanse dingen laten zien, want dat vinden al hun collega's vinden hun raar. Dus hun spelen hele erg show. Constant spelen ze one-man show daar bij die werkgever van hun. Dan vragen Nederlandse collega's aan die types dan op werk van... En Hamida, op wie ga jij stemmen eigenlijk? Ik denk misschien... Ik twijfel tussen GroenLinks, D66 en de VVD. Ja, ik moet nog even kijken, stemwijzer. Dit, dat, oh leuk, ja, hihoe, haha, dat. In haar hoofd denkt ze alleen, Elkom allemaal, al die collega's. Als ze dan in die stem ook is. Die is jullie alleen, Elkom, denk jullie moer allemaal. Als ze dan op werk komt. Ja, het was toch Jesse Klaver geworden. Ja. Nou mensen, dit was weer een korte videocall. Mooi, deze verkiezingen doen er meerdere partijen mee. Die voor ons opkomen, alhamdulillah. We hebben echt hele goede mensen in onze gemeenschap. Dus stem op ze en steun ze allemaal. En de mensen die om principiële redenen niet stemmen. Ik begrijp dat ook helemaal. Mooi, iedereen doet waar hij zich goed bij voelt. Mensen, tot de volgende videocolumn. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gewoon komen en stemmen. Ja. Alsjeblieft. Ja. Gewoon stemmen. Dit is gewoon ons toekomst eigenlijk.